Dit is de minister van Infrastructuur en Milieu. Dit is de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. En dit is de regiobestuurder van Stadsgewest Haaglanden. Zij zoeken naar een oplossing om de bereikbaarheid van de regio Haaglanden te verbeteren. De Meertverkenning Haaglanden onderzoekt twee kansrijke alternatieven. Hallo, hallo, wacht eens even. Meert, verkenning, alternatieven? Waar hebben jullie het over? Ik ga iets te snel. Wacht, laat ik bij het begin beginnen. Meert staat voor meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het Meert gaat over grote projecten van nationaal belang. Het Rijk, de provincie en de regio verkennen samen wat op lange termijn nodig is om Haaglanden bereikbaar, maar ook leefbaar te houden. Er komt een hoop bij kijken. We pakken het zorgvuldig aan. De eerste stap is richting bepalen. De bestuurders hebben 4 gezamenlijke ambities om Haaglanden sterker te maken in de toekomst. In Den Haag, internationale stad, de juridische hoofdstad van de wereld, wordt elke dag gewerkt aan vrede en recht. De Greenport Westland-Oostland is en blijft marktleider op het gebied van tuinbouw en sierteelt. In de kennisregio Haaglanden gaan onderwijsinstellingen en bedrijven meer samenwerken aan technische en duurzame innovaties. Stedelijke verdichting zorgt voor efficiënt gebruik van alles wat de stad te bieden heeft. Wat stad is, blijft stad en wat groen is, blijft groen. Deze ambities staan onder druk. Files, wachttijden en overvolle trams en treinen kunnen de ontwikkelingen tegenhouden. Daarom is onderzocht in welke gebieden na 2020 de meeste problemen ontstaan. Pardon? Na 2020? Ik sta nu al in de file. Kunnen jullie niet wat eerder beginnen? Natuurlijk gebeurt er in de komende jaren al van alles om files te voorkomen, maar er blijven dan nog steeds problemen over die moeten worden aangepakt. Deze grote en dure projecten moeten zorgvuldig worden voorbereid en dat kost tijd. Omdat we niet alles tegelijk kunnen uitvoeren en betalen, moeten we prioriteiten stellen. We hebben alle problemen bestudeerd om te kunnen prioriteren. Soms moet je eerst één probleem oplossen voordat je aan het volgende kan beginnen. De bestuurders hebben ervoor gekozen om eerst het probleem op de A4-passage, de poorten en inprikkers aan te pakken. Op de A4-passage komt dagelijks veel verkeer uit de richting van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Op datzelfde stukje snelweg komt ook al het verkeer dat Den Haag in en uit moet terecht. Als dit verkeer elkaar kruist, loopt dat al snel vast. Niet alleen in Haaglanden, maar in de hele Randstad wordt het daardoor minder prettig om te wonen en te werken. Daar gaan we iets aan doen. De vierde stap is het bepalen van de beste oplossing voor dit probleem. Oplossingen moeten in ieder geval aan 2 voorwaarden voldoen. Het plaatselijke en het doorgaande verkeer moet er profijt van hebben en de oplossing mag niet ten koste gaan van het wonen en leven in Haaglanden. Mag ik nog even? Dat wonen en leven, dat gaat ook over mij. Mag ik ook meepraten? Ja, graag. De bestuurders die besluiten moeten nemen, willen graag weten hoe de omgeving denkt over de Meertverkenning. Bij elke stap organiseren we bijeenkomsten met kleine groepen betrokkenen, die kritisch meekijken en ideeën inbrengen voor de volgende stap. De beslissing wordt opgeschreven in een Rijksstructuurvisie. Als dit rapport af is, krijgt iedereen nog een kans om te reageren op wat hierin staat. Er zijn 2 mogelijkheden om het probleem op de A4-passage en de poorten en inprikkers op te lossen. De eerste is het buitenomleiden van het verkeer. Op de A4 komen aparte rijbanen voor doorgaand verkeer. De tweede is het gelijkmatig verspreiden van verkeer over alle inprikkers. Ook dan komen er aparte rijbanen voor doorgaand verkeer bij. Wacht nog even. 2 alternatieven maar. Er zijn toch veel meer mogelijkheden? Klopt. Er zijn tientallen manieren om de bereikbaarheid van de A4-passage en de poorten en inprikkers te verbeteren. Steeds hebben we gekeken naar de betekenis voor de ambities en voor het woon- en leefklimaat. Daarbij kwamen deze 2 alternatieven als beste uit de bus. We laten een paar oplossingen zien die al zijn afgevallen. Alleen het openbaar vervoer verbeteren? Alleen de omliggende wegen aanpassen? Een hele lange aparte rijbaan maken? Of het aanleggen van een hele nieuwe snelweg? De 2 beste alternatieven worden uitgebreid met elkaar vergeleken. Daarbij nemen we de inbreng van de omgeving mee. We onderzoeken de reistijd voor het bestemmingsverkeer, voor het doorgaande verkeer, in de spits en erbuiten. De bijdrage aan de ambities voor Haaglanden. De mogelijke overlast door het geluid, door uitlaatgassen
en door de gevolgen voor natuur, milieu en cultuurwaarde. De kosten en de opbrengsten. De beslissing bestaat uit een aantal onderdelen. Welk alternatief wordt uitgewerkt? Wie wat gaat betalen? En hoe we samenwerken tot de uitvoering van het project. Want een bereikbare toekomst begint vandaag. Meer weten? Kijk op www.meertverkenninghaaglanden.nl.